Oké, oh my god. Oh my god, dit voelt heel raar. I'm back. Hoi allemaal. Ik kan het nog. Ik ben een half jaar weg geweest van jullie beeldscherm. But I'm back. Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Ik ga er niet een te lang verhaal van maken waarom ik weg ben geweest. Ik heb die keuze gewoon gemaakt om een tijdje niet meer aan YouTube te doen. Ik voelde het gewoon niet meer. Maar ik heb nu heel sterk het gevoel dat ik het weer wil oppakken. Omdat ik het gewoon echt ontzettend mis. Op dit moment zit ik thuis met corona. Voor de tweede keer in 2 maanden tijd. Het is echt bizar, maar ik heb het 2 keer achter elkaar opgelopen. De eerste keer ben ik er helemaal niet ziek van geweest. Maar nu ben ik er helaas wel ziek van geworden. Het gaat oké nu. Ik voelde me gisteren echt 10 keer zo slecht. Dus ja, het gaat nu beter. Maar ik dacht, ja, ik heb heel lang lopen uitstellen om de camera er weer bij te pakken. En nu dacht ik, dit is het goede moment om weer te gaan beginnen. Ik mis de weekvlogs en ik wil heel graag de weekvlogs weer terugbrengen. Ik ben heel excited. Ik vind het tegelijkertijd ook heel spannend. Omdat ik gewoon helemaal niet weet of mensen het nog überhaupt leuk vinden om mij terug te zien. En ik weet ook niet hoe dit gaat lopen qua of ik het weer gaan volhouden of niet. Maar in ieder geval heb ik voor nu er heel veel zin in om jullie weer een beetje mee te nemen in mijn leven. Very excited, maar ook heel spannend. Ik heb gewoon heel veel geleerd over mezelf de afgelopen maanden. Ik ben veranderd. Ik ben nieuwe dingen gaan doen. Ik ben bezig met dingen die ik graag met jullie wil delen. Dat eigenlijk. Dus ik ga jullie weer lekker meenemen in mijn leven. Heel erg leuk. Deze week zit ik dus in quarantaine. Dus jullie gaan deze week een vlog zien waar ik lekker veel thuis ben. Nou goed, ik hoop dat jullie het leuk vinden om me terug te zien. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. Want ik kom weer vaker terug op jullie beeldscherm. En laat alsjeblieft even een reactie achter. Wat je ervan vindt dat ik terug ben. Want ik ben heel benieuwd of jullie me überhaupt een beetje gemist hebben. Of dat jullie het eigenlijk niet gemerkt hebben dat ik weg ben geweest. Wat ook helemaal oké is. Ik ben gewoon benieuwd wat jullie te vertellen hebben. Dus laat vooral een leuke reactie achter. En een like op deze video. En dan gaan we gewoon weer terug beginnen met de weekvlog. Ah! Momenteel is dit mijn status. Daar komt af en toe het zonnetje erdoorheen. Maar echt voor 3 seconden. Dus dat is jammer. Maar als hij dan komt, volgens mij is hij nu ook weer een beetje onderweg. Ja. Dan is het echt heerlijk. Dus ja. Ik dacht, misschien is het wel even handig als ik even iets meer op mijn COVID-verhaal inga. Ik heb dus nu voor de tweede keer corona in 2 maanden tijd. De eerste keer was op 21 december. Toen heb ik het gehad. En toen ben ik er eigenlijk helemaal niet ziek van geweest. Gewoon 0,0. Ik had 1 dag hoofdpijn. Dat was het. Nu heb ik het dus weer gekregen. En ik weet zeker dat ik het ook echt heb. Want ik ben 1, best wel ziek. 2. Ik ben echt met iemand in contact geweest die het had. En ik kreeg ook heel veel reacties nu van, je weet dat je de eerste 8 weken positief getest wordt. Maar dat is dus niet helemaal waar, jongens. Want ik ben 2 weken geleden heb ik me ook laten testen bij de GGD. Toen was ik negatief. En nu was ik hartstikke positief en ben ik ook ziek. Dus ik wil jullie allemaal even waarschuwen. Let op, want ook al heb je net corona gehad, je kan het gewoon nog een keer oplopen. Ik ben daar het goede voorbeeld van en ik ben er nu ook echt wel flink ziek van. Pas goed op jezelf, want het is geen pretje. Ik heb even 2 broodjes geïmproviseerd. Het is geroosterd brood met rode pesto, mozzarella en champignons. Ik heb dit nog nooit gegeten. Ik heb gewoon wat geïmproviseerd en ik denk dat het best lekker is. Even een kleine taste test. Het is wel echt. Oh, het bord is ook echt zo heet. Ja, het is prima. Het is niet bijzonder lekker, maar ik heb het idee dat mijn smaak sowieso iets minder is. Ik proef nog wel wat, maar niet ontzettend veel. Dus het is gewoon prima. Oh, het is zo irritant dat je 's avonds altijd meer last krijgt als je ziek bent. Goed, ik ga lekker koken voor mezelf. Dat is gewoon echt zeg maar alles waar ik de hele dag naar uitkijk. Ik leef echt van maaltijd tot maaltijd. Ik ga vandaag een pasta maken met spaghetti, rode pesto, sojaroom en met deze ingrediënten. Ik ga het even laten zien. Ik ga er een rode paprika in doen, eentje denk ik.
cherry tomaatjes, champignons. Ik heb er hier nog heel weinig. Dus champignons, courgette. En dan dus deze en rode pesto. En als klap op de vuurpijl heb ik echt mijn holy grail gewoon. Een burrata. Oh jongens, ik heb dit echt pas dit jaar ontdekt, burrata. Maar dat is gewoon echt het lekkerste wat ik ooit heb gegeten in mijn leven. In combinatie met pasta. Dus ik ben heel blij dat ik dat nu lekker ga maken. Dat wordt heerlijk, oké. Ik ga jullie zo meteen laten zien als het af is. Oh, dit ziet er toch fantastisch lekker uit, jongens. Oh, ik vind dit altijd echt fantastisch. Zo. Oh, jongens. Als je dit nog nooit hebt gegeten, je moet het een keer proberen. Zo ontzettend lekker. Oh, en dan dit gewoon lekker mengen met je pasta en lekker eten. Ik ga zo meteen lekker mijn bed in, maar ik dacht ik geef heel even een update over hoe ik me nu voel. Want misschien vinden jullie dat wel interessant, hoe een beetje het verloop van het virus verloopt. Gisteren voelde ik me dus echt heel erg slecht. Toen was ik echt grieperig en niet lekker. Vandaag is dat eigenlijk wel wat beter. Ik merk alleen nu, vooral nu sinds de avond, dat ik echt intens verkouden ben. Als in mijn neus begint nu ook dicht te zitten en ik heb dus het gevoel dat ik mijn reuk en smaak een beetje kwijtraak. Ik moet het even uittesten. Ik ga even met deze zeep, want die ruik ik normaal wel. Nou, die ruik ik nog wel. Jawel, ik ruik nog wel wat. Nou, dat is fijn. Maar ja, ik ben nu gewoon echt heel erg verkouden. Je hoort het ook aan mijn stem nu en mijn neus zit gewoon dicht. Het hoesten valt op zich wel mee. Dat heb ik echt wel eens erger gehad, dus nou ja, dat. Ik ga nu lekker naar bed. Het is, weet ik veel, 10 uur of zo. Oh, ik heb geen horloge meer. Het is 10:50. Gisteren lag ik nu al lekker te slapen. Dus ik heb het iets later gemaakt vandaag. Maar ik heb mijn businessplan afgemaakt voor het vak ondernemerschap. Moest een businessplan maken. En die heb ik deze avond afgemaakt en ingeleverd. Morgen was de deadline, dus yeah. Goedemorgen. Ik voel dat vandaag mijn meest luie dag gaat worden. Hier ben ik echt van aan het genieten op dit moment. Het zonnetje schijnt lekker in mijn kamer. En het is echt heerlijk. Ik heb mijn deur lekker opengezet. En de zon komt lekker naar binnen. En het is echt super warm. Dus het is echt heerlijk. Ik voel me prima. Ik ben gewoon vooral echt verkouden nu. Dat is eigenlijk nog niet eens zo heel erg om te hebben. Ik hoop wel dat ik gewoon donderdag klachtenvrij ben. Het is nu dinsdag. Dat is eigenlijk mijn voornaamste doel. En wat ik hoop dat ik dan gewoon weer lekker mijn ding kan doen. Ik denk dat ik vandaag echt niks ga doen eigenlijk. Ik voel dat dit gewoon een dag wordt waarin ik de hele dag een beetje zo in mijn pyjama ga rondlopen. Ik denk dat ik vandaag gewoon echt even optimaal ga chillen. En niet zoveel ga doen. Ik ga zo meteen in ieder geval lekker even een ontbijtje maken. En ik zit in quarantaine, dus ik moet mezelf ook niet zo dwingen om zoveel te moeten doen. Want ik ben ook gewoon ziek, dus ik moet ook gewoon uitzieken. Ik kijk toch elke dag zo uit naar mijn ontbijt. Ik zet even in beeld wat ik altijd allemaal in mijn havermout doe. Maar oh, dit is gewoon echt elke dag weer het hoogtepunt van mijn dag. Oké, als ik ergens niet tegen kan in het leven, dan is het mijn witte huid in de winter. Ik hou echt van de zomer, omdat je dan gewoon lekker een bruin kleurtje krijgt. En I like that. Maar ik heb daar dus iets voor. Om mijn gezicht een beetje in kleur te houden. En dat is dit, Ten Revel. Dit is niet gesponsord. Ik heb het ooit wel gekregen van hun. Maar echt al, ik denk al 2 of 3 jaar geleden. Toen heb ik het eigenlijk nooit gebruikt. Omdat ik het nooit echt durfde. Want ik was altijd bang dat ik dan heel erg een oranje hoofd ervan zou krijgen. En eigenlijk sinds dit jaar heb ik het helemaal ontdekt. En ben ik er echt mega fan van. Het is dus dit. En ik zal even voordoen hoe je het op je gezicht spreekt. Ik heb het nu alleen wel echt al 2 keer gedaan. Dus ja, het boeit me nu niet. Want ik zit in quarantaine. Dus als ik nu bruiner uitval dan dat ik eigenlijk wil. Dan is dat niet erg. Want niemand ziet mij. Ik zal even laten zien hoe het werkt. Er zit, even kijken hoor. Er zit hier zit vloeistof in. Dat krijg je erbij. En wat je dan eigenlijk doet is je mist het zo over je gezicht. Ik zal het gewoon even laten zien. Nou, zo dus.
Ik kan niet zo goed praten, want dan krijg ik alles in mijn mond. Nou, ik vind het voor nu even genoeg, want ik heb het echt al 3 keer gedaan. En eigenlijk zou je het met 1 keer ook al genoeg kunnen zijn. Het is maar net hoeveel kleur je wil. Maar ja, je mag het ook opbouwen. Moet je allemaal zelf weten. Maar in principe gaat hij altijd vanzelf uit. Dus hij stopt vanzelf. Maar goed, ja, jullie gaan waarschijnlijk niet heel veel verschil zien. Maar ik zie elke keer wel echt verschil. Want het is niet dat ik echt zo super bruin opeens ben. Dat mensen zeggen van, wow, waar heb jij nou weer een kleurtje vandaan gehaald? Maar het is gewoon net even een extraatje. Net even niet dat je zo helemaal wit bent. Dus ik vind het echt mega chill. Dit is het merk dus. Ten Revel. Het is wel aan de prijzige kant. Maar ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Oh, ik ben nog steeds echt super verkouden en ik had eigenlijk gehoopt dat ik vandaag minder klachten zou hebben, maar helaas, echt mijn hele hoofd zit verstopt. Ik word helemaal gek, dus ik ga vandaag maar heel veel stomen in de hoop dat in ieder geval dan het snot loskomt. Sorry voor de information, maar gehoopt dat ik morgen uit quarantaine zou mogen, maar ik denk dat dat hem niet gaat worden. Dus ik hoop dat als ik vandaag lekker veel ga stomen, dat ik morgen lekker mijn hoofd leeg kan krijgen. En dat ik dan vrijdag klachtenvrij ben. Want ik heb verder niet echt ergens last van. Het is puur dat ik gewoon echt helemaal verstopt zit. Dus ik ga verder met stomen. Hallo, het is vandaag. Welke dag is het? Donderdag. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er nu wel een beetje doorheen begin te zitten. Het is nu dag 6 in quarantaine. Ik ben nog steeds verkouden. Ik hoop jullie gaan vallen. Ik heb jullie echt heel onhandig neergezet. Maar goed. Ik moet natuurlijk 24 uur klachtenvrij zijn voordat ik eruit kan. En ik had heel erg gehoopt dat ik morgen gewoon naar mijn zangles zou kunnen gaan. Maar dat gaat hem gewoon nog niet worden, want ik ben gewoon nog niet klachtenvrij. Dus al zou ik morgen klachtenvrij zijn, dan zou ik gewoon nog niet naar mijn zangles mogen. Oh, maar ik ben er echt gewoon een beetje klaar mee. En ik zit er wel gewoon echt heel lekker bij nu, eerlijk. Ik ben een beetje vlogjes aan het kijken en de zon schijnt. Dus ik zit wel echt lekker op mijn bank nu. Ik mis het gewoon om op school te zijn. Daar zijn gewoon al mijn sociale contacten. Dus ik vind het nu wel genoeg. Ik zit nu gewoon al 6 dagen alleen binnen. En het is nu wel gewoon mooi geweest. Ondanks dat ik mijn best kan vermaken hoor, als ik alleen ben. Maar ik mis gewoon sociale contacten en zaterdag kan ik hopelijk wel echt uit quarantaine. Ook al denk ik denk eigenlijk niet per se dat ik nu nog heel besmettelijk ben. Ik heb vooral echt gewoon een snopneus, als in mijn hoofd zit gewoon vol. Maar ik hoest niet echt meer en ik denk niet dat ik wat dat betreft heel besmettelijk nog ben. Maar ik moet het gewoon nog even volhouden. Na het weekend kan ik gewoon weer lekker bij mensen zijn en knuffelen en dat mis ik gewoon het meest nu. Komt goed, ik ga zo lekker koffietje maken. Ik ga straks lekker een lekker lunch voor mezelf maken. Dus daar kijk ik alweer helemaal naar uit. Zo, ik was er even helemaal klaar mee, dus ik heb even iets normaals aangetrokken. Beetje make-up op gedaan en een koffietje voor mezelf gemaakt. Ik zit er echt even helemaal doorheen en ik wil heel graag het soort van het positieve erin blijven zien, want eigenlijk zou ik moeten genieten van hoe ik er nu lekker bij zit. Maar ik ben er gewoon klaar mee. Het is echt, het is gewoon klaar. Oh, ik wil gewoon zo ontzettend graag weer naar school. Ik zit er echt een beetje doorheen. Maar ja, goed, dat hoort er ook bij, denk ik. Het ding is, ik heb ook tegelijk met andere mensen corona gekregen. En die mensen zijn nu wel al klachtenvrij en die zijn wel al naar buiten. En ik zit hier nog met mijn verkoudheid. Ik heb er gewoon echt geen zin meer in. Ik heb geen keuze. Ik moet zeggen, het doet me wel goed dat ik weer eventjes een beetje leuk eruit zie nu. Ik weet niet waarom, want niemand ziet mij, maar oh, het is gewoon niet meer leuk. Nou, het hoogtepunt van mijn dag is weer aanwezig. De lunch. Het enige waar ik naar uitkijk op mijn dag is gewoon mijn maaltijden.
Gewoon mijn ontbijt, mijn lunch en mijn avondeten. Dat is gewoon letterlijk waar ik elke keer naartoe leef op een dag. Ik heb nu 2 geroosterde boterhammen. Met eentje met kaas en eentje met avocado, cottage cheese en tomaatjes. Ik ga hiervan genieten. Ja. Hey. Oh. Super. Goed, het is vandaag zaterdag en ik ga vandaag officieel uit quarantaine. Ik ben zo goed als klachtenvrij. Ik moet af en toe nog een beetje hoesten, maar niet de hele tijd. Dat is eigenlijk vooral 's ochtends. Dan merk ik dat er gewoon heel veel slijm zit wat ik los moet maken. Mijn verkoudheid is zo goed als weg. Als in, ik heb nog wel een beetje snot in mijn neus, maar ik ben echt zo goed als klachtenvrij. En het is nu dag... Nou, het is nu precies een week geleden dat ik me liet testen. Dus ik vind het mooi geweest. En sowieso doe ik gewoon nog voorzichtig. En probeer ik nog een soort van afstand van mensen te houden. Dus. Maar ik ga zometeen lekker naar de sportschool. Ik kan niet wachten. Daar ben ik namelijk mee begonnen afgelopen maand. Dus ik sport nu zo'n 3 à 4 keer in de week. Ik doe krachttraining, wat ik echt ontzettend leuk vind. Daar ga ik in een latere vlog wel een keer wat meer over vertellen. Dat ga ik niet nu doen, want dan wordt het nog een hele lange video als ik daar weer mijn hele boekje over opentrek. Dus dat komt waarschijnlijk in de volgende week vlog. Ik heb mijn sportkleding al aan, maar het is echt fucking koud hier, dus... Ik zal even de gym outfit van vandaag showen. Ik heb, nou ja, zoals altijd volledig Gymshark aan. Deze trui, die zit echt... heel lekker. Het is echt een heel lekker stofje. Deze blauwe Vital Seamless 2.0 legging. En ik heb hieronder nog een sport BH van Stronger. Dus ja, ik ga vandaag een beetje full body doen, denk ik. Omdat ik natuurlijk echt een week binnen heb gezeten. Ga ik gewoon even kijken waar ik zin in heb. En gewoon verschillende dingen doen. Ik denk dat het nog wel pittig gaat worden vandaag. Dus we gaan het zien. Hola, het is inmiddels zondag. Maar ik wil eigenlijk mijn weekvlogs laten lopen tot zaterdag. Zodat ik op zondag weer een nieuwe vlog begin. Dus ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mij weer terug te zien op jullie beeldscherm. Ik ga kijken of ik dit wekelijks ga doen. Of gewoon wanneer ik er zin in heb. Want dat is iets wat ik wel belangrijk vind. En ik denk dat ik op die manier het ook het langst volhoud. En dat het dan leuk blijft. Dus jullie zien me wanneer jullie me zien. En ik ben in ieder geval heel excited om weer wat vaker jullie mee te nemen in mijn leven. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mij. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei doei!